2013 bestaat uit een motordroom en een podium. De motordroom dit jaar is nieuw. We hebben ook Wipeout Zone erin met allerlei activiteiten. Op de vrijdagavond treden op de regionale bands. En daarnaast zijn er verschillende klasses. Daar rijden quads, daar rijden trikes, solo's. Met de boeren nachtcross, we hebben een boeren brommercross. Het was een tribute optreden to Janis Joplin. En zaterdag zijn de strandraces en de grote wedstrijden. En we zijn ontzettend gelukkig dat we een Britse band hebben gecontracteerd die de Best Award of Tribute to Queen heeft weten te bemachtigen. Wat we hier zien is de mentale training. Wat Arjan nu doet is met de jongens die zo meteen proef gaan rijden. Even het parcours langs lopen. Achterop zitten, armen strak houden en je zult zien dat je zo in de kant zit. De helden die gaan door de baan te pakken. En wat van jij? Ik was een watje. Ik was een watje. Leuk parcours? Ja, fantastisch. Zwaar? Ja. Ja, op zich wel, maar ik ben ook helemaal niks gewend. Dus okay. Dat is ook wel weten spelen. Ja, mooi hè? Ja, wil je het er toe? Ja. Ja, ik heb het ook dankzij.
dank aan deze meneer. Ja, ja. Dat best gedaan. Bedankt. Eurom, hartelijk bedankt. Bolfix,
En zometeen krijgen we dus het muziekoptreden van de diverse groepen die nog op gaan treden. Met name Mercury.